Yo guys, mijn naam is Ted. Vandaag wil ik jullie tips gaan geven om je cashflow optimaal te houden. En de drie beste tips die ik je kan delen, komen er nu aan. Om te beginnen, artikel 23. Op het moment dat jij gaat importeren vanuit het buitenland naar Europa, betaal jij BTW. Je betaalt BTW over die producten. Je kunt dit natuurlijk altijd voorschieten en dan aan het einde van het kwartaal kun je dit weer terugvragen. Je kunt ook artikel 23 aanvragen bij de Belastingdienst. Letterlijk gewoon een brief sturen en jij hoeft jouw BTW niet meer voor te schieten. Je geeft gewoon aan, dit is de BTW die ik zou moeten betalen, maar aangezien ik het toch aan het einde van dit kwartaal weer terugkrijg, betaal ik het liever nu even niet en hou ik het geld in mijn zak. Dat is uiteindelijk wat je gewoon wil. Cashflow tip nummer 2. Spreek iets af met je leverancier. Betaal in termijnen. Betaal bijvoorbeeld 30%. Voordat ze gaan produceren en 70% voordat het vliegtuig of de boot opgaat. Op die manier hou jij die 70% nog in je zak. Als jij rond de 20ste van de maand gaat bestellen en je hoeft al maar 30% te betalen, kun jij de volgende 70% kun jij met de volgende uitbetaling van Bol kun je die betalen. Ook gebeurt het, maar dan ben je vaak iets langer bezig met een leverancier om 20-60-20 af te spreken. Betaal je 20% voor productie, 60% voordat ze het gaan versturen en 20% als je het hier hebt. Ook dat kan heel erg helpen. Je hebt wel een goede band nodig met je leverancier voordat je dit kunt gaan doen. En de derde, stockmanagement. Cashflow is vaak, cashflow en stockmanagement, dat ligt gewoon op één lijn. Als jij heel veel voorraad gaat inkopen van één product, maar die voorraad blijft een jaar liggen, dan sloop je ook je cashflow. Dus zorg dat je stockmanagement dat goed is. Dat je daar tijd en geld in investeert. Zodat je zo slim mogelijk met jouw financiën om kan gaan. En cashflow-problemen komen heel vaak door verkeerd stockmanagement. Let hier even goed op. En uiteindelijk, cashflow is cruciaal. Je hebt een sneeuwbaleffect. Dat sneeuwballetje wil jij laten rollen. Dus je moet gaan zorgen dat je geld sneller gaat omzetten. Je wilt sneller gaan verhogen. Zorg dat het niet te lang stilstaat. Cashflow is echt cruciaal om te groeien in jouw business. Heel veel succes. Binnenkort gaan we er nog meer over delen. Deel deze video. Like hem even. Volg ons ook even op Instagram. En dan zie ik je graag weer bij een volgende video. Thanks.